Nou, het is nu 3 december en Conchita zit nu in een andere hoek van het hok. Ze zat eerst daar. Daar liggen allemaal eieren. En die eieren zijn denk ik koud, ja. Ach. Oh, maar ik hoor wel wat. Oh, wat hoor ik dan? Wat hoor ik dan? Oh, kijk nou. Ja, een kuiken. Nou ja zeg. Nou, een Brahma-kuiken. Hé, hey, is dat jouw kuiken? Ja, ik blijf er wel vanaf. Nou, iets te vroeg. Wat een mooie. Ja, oh, ik ga even gauw kuiken voor. Dat heb ik toevallig net gekocht. En ik ga die andere eieren gauw even voelen en schouwen. Hé, hé, hé. Doe jij eens lief? Onder je. Zo. Zo. Hupsakee. Zo is het goed, hè? Ze zijn hier. En ze zijn koud. Ik ga nog wel even kijken of er iets beweegt. Maar ik ga gauw binnen kijken. En na de inspectie zijn er 2 helemaal nieuw. Dat kan je wel zien. Dat die helemaal doorschijnend is. Er zit wel iets van een donkere vlek, maar dat is allemaal niet zo'n drama. Dit was ook een nieuwe. Deze is wel een end onderweg, maar steen en steen koud. En je ziet ook helemaal niks meer bewegen. Deze eigenlijk hetzelfde verhaal. Er zit ook nog geen beweging meer in en is steenkoud. En deze, ja. Eigenlijk ook hetzelfde. Dus nou, we gooien deze 3, 4, 5. We gooien deze 5 weg. En we koesteren 1 kuiken. Oeps. Beetje vroeg voor Sinterklaas. Maar we noemen hem toch gewoon Sint. Dan moet ik ook die andere nog even checken. Nou, eten en drinken neergezet. Ze beginnen meteen ongelooflijk aan te vallen. Ik denk niet dat dat kuiken van vandaag is trouwens. Ik zal hem maar even bijzetten, want... Hoe is het hier? Waarom ga je weer zo'n herrie kuiken? Is het weer zo'n herrie kuiken? Kom hier dan. Ze maakt niet van die... relax geluidjes. Dat is wel een beetje jammer. Deze heeft natuurlijk ook nog nooit kuikens gehad, hè? Dat was die ander. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Oh, die andere, die zit hier ook al. Ja, hij ziet ook alweer de kuikenkruim, hè? Nou, heel mooi of niet? Nou, ze doet wel een soort beschermend. Dat is dan wel weer grappig. Het is een Brahma-kuiken. Binnen no time is ze natuurlijk, is dat kuiken groter dan dat de Conchita 3.0 is. Ja, want die andere eieren zijn weg. Maar die hebben helemaal koud laten worden, hè? Kijk eens hier. Ga jij eens weg, dat je dikke. Kijk. En water. Nou, laat maar even met rust zo. Want het is al bijna eind van de middag. Dus die anderen zullen ook wel het hok in komen. Dan is natuurlijk het eten gauw op. Kuiken piep heel naar dingetjes. Dus ik mag gewoon allerlei zooi strooien hier. Zo, die bakje is misschien wel heel geciviliseerd. En ja, gegeten. Nou, nice. Ja, ze zien het verschil niet zo goed tussen die vloerbedekking, of hoe noem je dat? Die bodembedekking en dat voer. Dus ik gooi het maar wat meer voor. Kijk, op ze kijken. Zo. Niet mispikken. Ja, goed zo. Nou, gegeten. Nou, het is nu 11 uur 's avonds. Even kijken hoe het er hier uitziet. Nou, ze zit daar in het hoekje. Hier zit de haan.
Hier zit de rest. Dat valt wel mee eigenlijk. De rest zit blijkbaar hier allemaal. Oeh, kijk nou. Zit er ook 28 in gepropt. Nou, even kijken bij dat kuiken. Hoe is het met je kuiken? Ja hoor, dat zit er gewoon onder. Kijk, ze staat met de pootjes op de pootjes. Nou, Sintje. Goed gedaan. Gaan we lekker slapen met z'n allen. Wat rusten. Nou, de volgende ochtend, als ze allemaal weer aan het eten zijn en de rust hier in het hok weer is teruggekeerd, dan, doet hij aardig zijn best. Zij eet gewoon mee. Ik vind dat Conchita nog wel wat woest in dat voer hakt. Ik hoop niet dat hij dan in zijn kopje hakt. Maar goed, voorlopig gaat het de goede kant op. Nou, dat is toch zoet. Wat is er? Willen jullie ook een beetje? Er is ook een beetje kuiken voor, hè? Eigenlijk toch best wel lekker een brakje. Nou, ziet er goed uit, toch? Hè? Nou, ze communiceren in ieder geval wel. Meestal klokt die moeder ietsje... Nou, schattiger eigenlijk. Dit is vrij lomp, maar goed. Het kuiken piept gewoon braaf terug. Oh, kijk nou. Kleine Bertha is ook van haar nest gekomen. Kijk hoe dat gaat. Want ik heb het idee dat onze Conchita toch wel behoorlijk beschermend is. Dus misschien is het goed dat ze in het bakje... Het bakje eten en niet meteen helemaal erbij is. Nou, ik laat ze een beetje met rust. Even het hok schoongemaakt. Ja, als je natuurlijk 3 weken lang alleen maar in je bed ligt, wil je daarna ook een schoon bedje. Dus dat is wel lekker fris zo. Kuikentje doet het goed. Ik hoop dat hij ook gaat drinken. Het is wel koud buiten, maar zolang ze in het hok blijven is het eigenlijk heel prima. Ze kunnen goed tegen de kou. En nou, ik vind het een leuk Sinterklaas cadeautje. We noemen hem Sint. En, of haar. Ik hoop eigenlijk haar. Het is geen zijdoen, het is geen kaalnik, maar het is wel leuk. Dus, nou, dank u wel Sinterklaasje.